mensen. Oké, even opnieuw. Hey mensen van de Pro Gamer, Thomas Pennege. En leuk dat jullie naar een nieuwe video kijken. Ik ben Thomas en vandaag speel ik weer Skyblock met deze twee idioten. Jorren en Iqua PvP. En ze zijn nog even gemute en doen ook even een intro. Ik denk dat ik hiervoor een afspeellijst ga aanmaken. Daar komen gewoon alle video's in. Jullie denken vast van, wat? Het is hier een beetje veranderd. Wat doet de groen schaapje hier? Kijken, wat is dit hier? En ja, ik hoor dat iemand zich al heeft geunmute. Ook maar even. I am clear. Are you clear? Ik ben nog niet echt begonnen, want... Verdomme. Are you kidding me? Serieus? Ik ben al in mijn opname. Ja, ik ook. Jorren, you fool. You stupid. Stupid. What's 9 plus 10? 21, you stupid bitch. You stupid. Hè? Kom, we slaan hem in elkaar, Sam. Ja, we slaan hem in elkaar. Hè? Wat hou je van? Wacht, Thomas. Ik weet niet hier heel veel van zelf. Oké, dit ga ik heel leuk editen. Ik ga zo'n sad face ga ik op zijn hoofd plakken. En dan helemaal met zo'n donker themaatje. En dan met... Of de, zo, oh, it's too sad for me. Wacht, Thomas. Ja, it's too sad for me. Thomas, kijk. Wat ik in mijn hand heb. Kijk, ik vind het wel lekker. Ja, en nu... Ja, hij neemt het via de achterkant, neemt hij het in. En jij hebt het opgenomen. Practical nuke incoming! Zag je het? Ja, ik zag het. Wacht. Niet vanzelf. Ik kan vermoeden. Okay. Ja, ik ga ook naar hem kijken. Ja. In F1-mode. Oh, dat gaat fout. F1-mode gaat fout. Sorry, kunnen we niet even opnieuw beginnen? Want het is nee. Dit is te goed, dit is te leuk. F1-mode, ja. Oké, confirm. Dat kan je nog aan het einde erin editen of zo. Aan het begin. Maar kunnen we even opnieuw beginnen? De intro. Ja, dan knip ik en Sam het er wel uit. Ja. Zijn we wel even... Ja. Ja, nu het gewoon. Het is makkelijker. Ik mute mezelf al trouwens. Nou, wij moeten dus even wachten, want Jorren is zo'n noob die weer faalt. Ik even mijn mic geluid aanzetten, misschien is het wel leuk voor jullie. Ik heb eerlijk gezegd dat mijn mic geluid aanstaan, maar ik denk dat... Zo, hallo. Ben ik... En zoals je ziet trouwens heb ik ook een greenscreen. Nee. Hey! Oh, ik ben Thomas. In de JG Gaming video. Wow. Heeft kleine koetjes ook al. Ook al melkjes. Nee. Ja, maar ze geven wel melk en mushrooms toe, weet je? Ja, maar kleine koetjes geven dat nog niet. Waarom niet, Jorren? Waarom geven ze geen soep uit de theepoel? Fuck that. Oké. Maar ja, we zijn nu dus echt aan het opnemen. Ja, dat komt. En wat is ons doel, Jorren? Owner van dit plot. Pop nog wel. Ja. Tot de Skyblock, hoe je dat noemen. Dat is niet echt een plot te noemen, maar wat we een beetje vandaag gaan doen, zoals je hier ziet in deze chest, zitten er bijna 5 stacks aan hout in. En waarvoor hebben wij 5 stacks met hout? Omdat zo'n kinderachtig doet, dat was. Sorry. Ja, omdat we dus we gaan een mob spawner maken. Hashtag tranen, kijk, want dit hele bad zit er vol met tranen. Doe die stomme opmerking van jou. Even een stack pakken ofzo, en dan kunnen we gaan beginnen. Ja, want het was aardig nodig, want we moeten echt geld gaan verdienen en boomiel en shit. Money's. Kijk, ik eventjes een schets maken. Ja, stel eens, wat vind je van mijn poesjes? Zijn heel mooi en elegant. Ja, weet ik. Zo, ja, zo zit het goed, denk ik. Als er niet er een... Twee, oh. Nee, wacht eventjes. Hoe hoog moet dit komen? Hoe hoog? Dat maakt niet heel veel uit, eigenlijk. Dan krijgen ze toch meer fall damage of zo? Ja, maar ze moeten niet doodvallen, anders krijg je geen XP. Hoe hoog is het anders? Weet je dat niet eens, Jorren? 20, zoiets. 20? 22 is dat je doodvalt, dus 1, 2, 3, 4 is Sammy brad op. Sammy is er nog niet. Fuck! Weh. Fuck! Laat mij ook! Oké, fuck, ik heb ook hout.
7. Ah, Thomas! 9. Ah, jammer. 10, 11. Oh, kut. Oh nee, één hele stack is er bij mij door al doorheen. 13. Hoeveel 14. Verdiepingen willen we doen? Ik hou de tel niet echt bij. 15. Ik weet nog niet eens wat het klopt. 16. Moet niet te hoog. Wacht, we kunnen dat toch ook met F3? Ja, als iemand bij me mee. Ik heb er helemaal geen ene kut van, dus ja. Yeah. 60 is 3, 70 is 10, 14 hoog zit ik nu. 15, 16, 17. 18, 19, 20, laten we het zo maar doen. Oké. Okay. Ah, laten we 19 doen, eentje lager, dan weten we zeker dat we goed zitten. Dus. Hier. Eentje lager, Sam. Eentje lager, zei hij. Ja, ik hoorde het. Luister. Discipline, Joren. En wie de fuck heeft er nou weer een gat gemaakt? Ah, oh, god. Dat is Sam. Joren, ben je dood? Wacht, ik moet het even weghalen. Er zit daar een gat, Sam. Ja, Sam, maar het gat zit. Het gat 2 bij 1 meter. Sam is Bob te bouwen. ik ben Bob te bouwen geworden. Bob te bouwen, om de broek te vouwen. Bob te bouwen. Ik vind het grappig dat als je dat doet, dat je hoofd echt helemaal zo wegvalt. Yeah. Oh yeah. Vette house muziek, man. Beste house ever. Ah, deze video duurt nog wel voordat hij online kan denken, want ik heb nog steeds geen video geëdit hierna. Dat hij voorkomt. Ik was bezig met deel 1. Ik ben nog steeds klaar met editen van deel 1. Maar dat ga ik hierna doen. Kijk, maar ik edit gewoon met wegknippen wat een beetje niet leuk is en zo. Ik ga niet echt editen van special effects. Ja, soms misschien, maar... Ik wel, en ik hou ook al die stille momenten en zo eruit. Ja, dat doe ik alle ook. Alle usjes probeer ik wel een beetje. Oh nee, nu moet ik mijn eigen als voorbeeld eruit knippen. Dus dit is echt het domste voorbeeld ever trouwens. Oké, laten we eventjes zo. En een beetje nog zo. Wacht, konden wij daar niet beter op blijven staan misschien? Ja, dan gaan jullie allemaal naar beneden gaan. You stupid. Thomas, Joren, we hebben een giant dick gemaakt. Congratulations! Nee, en Minecraft. Wel Minecraft, hè, want hij is wel een beetje vierkant. Iets te vierkant. Okay, ja, normaal moet hij een beetje rond zijn, hè? Ja. Of een ronde vorm. En de eikel die is er ook afgehakt. Ja, maar hij heeft geen ballen. Maar door jullie moet ik waarschijnlijk nu letterlijk 18 plus in de titel zetten. Hey, Thomas, hij heeft ook geen ballen. Zie, hij heeft geen ballen. Dus het is eigenlijk alleen maar een vierkante dik zonder de eikel. Ja, en zonder de dik. Maar de bovenkant gaan we sowieso zo meteen maken. Kijk, hoe maak je ook alweer ladders, jongens? Ga ik even wat ladders maken. Oh my god, dit wou ik net gaan maken, maar weet je niet hoe dat moet? Ik denk zo. Give me them sticks. Stokjes, en een H-vorm. Een H-vorm, hè? Misschien. Dus zo. Oh ja. Thanks. Ik weet niet hoe je een boot maakt, ik weet niet hoe je ladders maakt. Ik weet niet hoe je niks maakt. Thomas, gewoon geen crafting recipes uit zijn hoofd. Het enige crafting recipe dat Thomas kent, is hoe je een dik maakt. En hoe je een M maakt, dat weet ik ook. Oh, leuk. Vind je wat maakt? Dan wil ik het anders zien. Oh, een M. Dan wil ik wel een keer zien dat het jou lukt om dat te maken, maar... Wat? Wie de elf is M? Oh. Jullie blijven een geheim, want wij weten het. Ja, gewoon letterlijk de titel van de video. Wie de fuck is M? Wie de fuck is M? Ik denk dat ik wel een idee weet wie M is. Ah, iedereen in dit gesprek weet wie M is. Oké, ik ga het afmaken. De final touch. Daarna de top touch, waar we het net over hadden. Gaan we deze hendel nog overhalen? Nee, dat doen we zo meteen wel aan het einde van de aflevering. Oké, is goed. Oké, we kunnen weer naar boven toe, jongens. Hey, een leuk verhaal voor iedereen. We hadden eigenlijk hiervoor al wel een volle Netherwart farm. Alleen,
ik zei de hele tijd van, ik ga nu als grap, ik ga de hendel overhalen. Wat doet Joren? Hij haalt Redstone hier weg. Zodat hij denkt van, oké, nu mag je de hendel overhalen. Alleen die twee dispensers hier gingen activeren, dus een groot deel was al weg. Sorry hoor, alles eigenlijk gewoon. En toen wou Joren het helemaal weghalen, omdat het niet meer symmetrisch was. En toen waren we al helemaal weer weg, dus ja. Nou, ik wou het niet weghalen, maar ik wou het even fixen, want ik was vergeten dat er Minecraft-logics waren natuurlijk. Ja, voor de mensen die zich afvragen hoe hebben jullie dit allemaal al kunnen bouwen, kijk dan even de livestreams voor Game2s.9 of de andere video's op Sam Channel en JG Gaming toch? Dit is mijn eerste video geschreven, by the way. Nee. Er zijn misschien DJ's YouTube, maar dat weet ik nog niet. Ik weet niet eens wat ze YouTube is. Ik moet gewoon echt een keer gaan vragen. Oké, maar jongens, let's go build. Want ik weet niet waar jullie mee bezig zijn, maar... Nou, ik ben hier boven aan het bouwen. Alleen ja, ik kan hier niks weghakken, anders komen jullie niet meer naar boven. Oh Sam, ik zit een beetje oncomfortabel in je lichaam. Ik merk het, ga weg. En zo te zien heb je ook niet zoveel hersenen als ik dacht. Wacht, je hebt ook niet zoveel hersenen hoor, wacht even. Okay. Hier, helemaal leeg, oh, Joost nee, is leeg. In elkaar gestaan, Sam. Ah! Nee, ja, maar... Elkaar staan met... Wacht, ik kan gewoon niet in jouw hoofd kijken. Als hij zo staat. Of zo wel. Ah! Okay. Dit is een heel awkward post, Thomas. Ja. Ook nog met die geel. Ah. Eerst even zo groot. Huh? Even gaan tellen, Sam. Kijk. Hoe groter, hoe meer mobs je span, toch? Ja, het moet een beetje zo'n idee krijgen. Hm? Hij mag 7 deze kant op. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8 zou soms ook wel kunnen, maar ik doe het zo. We kunnen hem groter maken, wacht even. We maken dat is 6 of 7. Doe maar 8. Totaal, hè. Vanaf deze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, boom. 2, 3, 4, 5, 6. Dit is leren tellen. Leren tellen met Thomas. Wacht, wat kwam ook weer naar de 2, jongens? 21! Wat is 9%? 21! Oké. Ik heb dat blijkt dat dat gewoon gecopyright is, dat je dat niet mag gebruiken ofzo. Het zijn best wel fucked ups, hè. Dan moeten we het al 3 eruit knippen, wil ik dat zeggen. Copyright, I hate you. Dat is gewoon everything that belongs to me. Nou, eigenlijk niet, want je hebt een video. Ja. En daar komt een van Sam's exen in vorm. Wat? Ja. Waar de fuck heb jij het over, Thomas? In Minecraft. Oh, zo bedoel je. Daar hoor je je in niet eens, weet je dat? Ik heb geen hout meer, ik moet opnieuw hout pakken. 4, 5. Sam was al helemaal in de stress. Ik had echt zo van, fuck. Alweer, nu word ik alweer gecyberpest op het internet. Niet gecyberpest, maar... Cyberfuck. Nou, komt wel een beetje overheen. Ik ga cyberfuck. 2 minuten. Moeten we 2 minuten wegknippen, Thomas? Sam, wat doe je? Hey. Sam's schuld. Ja, Sam's schuld. Waarom is dat dan mijn schuld? Ja, jee, wat doe je hier nou weer dan? Ah man, alsof jullie die fout nog maken. Tjongejonge. We hebben niet genoeg kobbel om dit anders te maken, maar we kunnen het zo doen. Dan moet deze weer weg. Als iemand naar beneden gaat, je kan niet meer terugkomen zonder TPA. Dus ik zeg het alleen maar even. Ik kan wel terugkomen, dan moet je een blokje weghakken. Je ziet die pixels weer op mijn hoofd. Als ik dit maak. Oh ja, Joren is weer verslaafd. Toch Thomas? Yep. Thomas, dat is te hoog. Die 2 is te hoog. 1. Sam, kun jij even water dingen halen? Oh, waarom moet ik het halen? Wat ik... ik heb de bucket Sims. Omdat jij dus huislaaf bent. Je bent Adrian is... kijk een Sims 4 livestream op mijn kanaal. Oh ja. Dat je Adrian liet verdrinken in een... In een zwembad vol, wat was het ook weer? Een zwembad? En daar omheen zat het toilet en daardoor kwam hij er niet meer uit. Stoelen. En daar gingen mensen, uiteindelijk gingen ze met z'n allen naar buiten om daarop te zitten. En ze helpen hem gewoon niet. Wat het vreemde eraan is...
Nu doet Game Meneer dat ook. Met iedereen die langs zijn huis loopt, zowat. Oké, ik ga even naar beneden, want ik heb ook geen wood meer. Flash home home. Heb je al meer dan één home, Thomas? Okay, maar we hebben water nodig. Kun jij dat even halen, Thomas? Kan niet. Wat doet dat? Kan niet. Krijg genoeg buckets of lava, dan moet je alleen echt de lava kwijt. Dit hele vak... Oké. Ja, dat hele vak moet gefixt worden. Ik denk dat we niet eens genoeg hout hebben, als ik eerlijk moet zijn. Ik hoop niet. Er zit nog maar één stek in de chest. Ik zei al, we moeten nog iets van een half stek erbij, maar dat duurt iets langer. Even kijken, oh ja, ik heb het laatste stekkie. Laatste stekkie, jongen. Flash TP. TPA. TPA. Nee, als je naar Joran typt, dan is het echt TPA! TP. Nee, wacht, TPA. Als je naar mij. Oké, dat is wel. Als je naar mij TP'et, als je dat dan. Teleporteer dan tenminste Thomas naar Rome Sushi, als je dat ooit zou zeggen. Nee, die is niet online. Ook sowieso niet op deze shit, dus. Ik heb niet genoeg hout. Mijn hout is op. Ik heb nog stekkie. Wil jij een checkie? Alsjeblieft. Heb jij nog iets van 2 buckets of water bij, Thomas? Nee. We hebben 2 buckets of water nodig voor een infinite water source. Dan kunnen we het hier even goed maken. Maar we hebben niet genoeg. Hoeveel heb je nog aan hout per tel, Thomas? Ik heb weer 3 stekjes. Ik kan het niet meer redden. Nee, en ik heb nog maar 1 stek en 6 losse. Oh, dus Sam's huis kan ik gewoon naar beneden komen zonder bijna geen damage te vatten. Hey, fuck! Je duurde me eraf. Gaan jullie hakken en prakken of misschien wat hout kopen? Maar hoeveel money hebben jullie? Laat het even weten. Flash money. Heel weinig sinds je laatste livestream. 5175. Ik heb 7900. En nog minder. En hoeveel heeft Sammy boy. Oh, jij hebt meer trouwens. Thomas, dat je me zo doet. In opname, dat ga ik gewoon speciaal eruit halen. En dan zet ik het volume uit de opname zelf, dus dat het een apart tapje wordt en dan zet ik de volume op het hardst. En dan ga ik kijken of ik hem ook nog slow motion kan doen. Sammy boy! Sammy boy! Ah Joren, maar wanneer komt jouw kanaal? Fuck. Want het Frank Joren kanaal. I don't know. Oké, ik vind dat het water source. Laten we dat even hier inzetten op het moment. Hoe hoog moet het ding worden? 2 hoog aan de muren? Ah, irritant. Je moet niezen, maar hij komt niet. Ah, dat is irritant. Houd niet op. Oh, Thomas, weet je nog die anti-pest folder die we kregen? Oh ja, ja. Op school kregen wij een anti-pest folder en dat gaven we aan de ginger die gepest werd. Doen wij hem, dus hij is pesten. Ja, dat is echt best wel dom. Hey, kijk. Mensen die gaven het aan iemand op onze school. En die pesten dus mensen met een anti-pest folder. Dat is anders. Hoe de fuck kan je pesten met een anti-pest folder? I don't know. Vraag het niet aan ons, we weten het ook niet, maar het gebeurde gewoon. Dat is hilarisch en ja. Oh fuck! Mijn kant is ook uiteraard gewoon de gekke kant die niet lang genoeg is. Serieus? Joren! Oh you my stupid! God. You stupid, ja. Yeah. Er moet eentje langer, of? Oh my god, oké. Wacht even. Oh my god, do that happen? Nee, oh my god, you did it in the butt. Serieus, joh. Hij moet 1 brede worden. Ja. Ik ben er al mee bezig. En ik ken niet eens Martin Gags toen hij jong was. Ik ken dat. Nee, dat DJ ding, die naam zelf die zegt mij niks. Het is niet echt Martin ofzo. Martin, DJ Marty, even serieus. Dan weet ik toch niet dat het over Martin Garrix gaat. Oh. Oké. Okay. Ik snap nog steeds niet hoe je fucking wilt pesten met een anti-pest folder, maar oké. Ja. Zoek het op Google. Ik kan het wel vertellen. Google is je slimme vriend. Je beste vriend of je slimste vriend? Je slimste vriend. Je beste vriend niet altijd, want daar laat je soms dingen zien die je niet wil zien. Google kan je porno opzoeken, dat is je beste vriend.
Waarom nou, Sam? Moeten we weer eruit knippen? 100.000 dingen die we eruit moeten knippen, ja. Ik ga helemaal niks knippen. Oké. Okay. Fuck, ik heb geen ex meer. Even serieus. Nee, mensen, één blokje, jongens. Eén blokje. Nee, hij moet nog eentje... Hij moet eentje fuck! De muur van jou, Thomas, die moet eentje naar binnen. Waarom? Oh my god. Sam een tweede rand erachter heeft gemaakt. En jij maakt daarachter weer een rand. Hashtag, hashtag Skyblock gaat fout. Hashtag, what the fuck? Hashtag Skyblock struggles. Fuck! Ik werd omhoog gelanceerd door het water, daarom ging het fout. Oh ja, nu werkt hij. We kunnen het ook wel zo doen, maar dan heb je weinig kans dat het letterlijk mops in het water vallen. Oké, wacht, weet je wat, dan doen we hier nog twee. Een tweede lijn. Oh. En dan zou ik even dit doen, denk ik. Oh fuck. Hij moet wel één hoger, of niet? Nee, boeien. Doe hem een andere keer, denk ik. Ik denk dat ze heel veel hout nodig hebben. Ik denk dat, wacht. Ik ga even een X. De server lag is real, man, people. Yep. Server struggles. Ja, je hebt geen andere. Struggles hout uit. Ah, fuck, goede spin. Ja. Het is nog best wel duur. Nee, 160 voor 16 of zo. Dus voor een stack aan planks is het. Er is een enderman bij ons. Oké, voor de video. Voor de likes, voor de views. Dus bij ons een enderman. Ik krijg letterlijk maar 2 views en gewoon 2 dislikes. Wat voor hout hadden jullie gebruikt? Ook. Ja, ook wood. Dat is het makkelijkste te verkrijgen. Dat is het goedkoopst, volgens mij. Kijk, hier een enderman. Ja, dit klopt allemaal, maar het moet eigenlijk nog een randje omhoog. 16 kost 320 hoor, ook wood. Maar we hebben genoeg bomen. Nog op het zelfs. Ik dacht, dan zit ik met kobbel in de war, dat kan ook. Maar we hebben wat nodig, dus Sam, ik ga heb weer een stack gekocht, want anders is het echt veel te duur, jongens. Hoeveel heb jij, Sam, nog aan monies? Money? Ik heb... Wacht even, laat me even kijken. Even kijken? Ja, Thomas, er is een skelet achter je. Ik dacht, ik zei het even. Wat? Daar zie jij een skelet. Oh, daar. Hier. Oh shit. Slaan! Ik vond een spin op je af, Thomas. Oh nee. Oh nee. Oh zombies. Oh zombies. jongens. Ben je dood? Met 1200 euro aan hout en er zitten hier overal zombies. Dit ziet er zo geinig uit vanaf gewoon boven. Oh. Als je dit zo record, ziet er zo geinig uit. Dan fuck jou. Nee, maar als ik nu naar beneden ga, moeten we allemaal weer naar boven toe. Dus daarom blijf ik hier boven. Kill hem. Kill hem. We kunnen zo meteen TPA. Hier, kijk je oogbal. Ik moet even 3 cobblestone hebben voor een axe, want anders gaat het... Oh, Enderman. Hij gaat nu alweer fout met hoe dit in elkaar zit hier. Volgens mij ziet het er niet uit, maar ja. Hé, hey, we kunnen het later altijd nog gooien, man. Ja, oké, okay, dat klopt, maar... 1, 2, 3, 4... Hackerino... Yeah! TPA, mensen. Yeah. Jullie konden eigenlijk al lang gewoon ergens hoog gaan staan en dan TPA, en dan hadden jullie ook gewoon de dag vanaf geweest. Best TP, Joren. Nee, geen Yashimika. Daar ga ik wel een andere keer mee aan de slag. Blijft een man te zijn. Nee. Even wat meer hout hier gaan pakken. Ja, ik ga ook even wat kopen. Ik heb een stack. Ja, het moet eentje omhoog. Dat ziet er beter uit en dat werkt beter. We kunnen ze er niet op, weer op klimmen, Thomas. Dat dacht ik in één keer aan. Oh. Alles moet eentje omhoog, dus ook de rand. In principe moeten we het... Ik ga dit gewoon weghakken, deze rand hierachter, want dat kost alleen maar extra hout. Oh, je is recht naar beneden gegaan. Dit hebben we zo dom gedaan. In principe kan dit dus eigenlijk gewoon allemaal weg, dit hier. Het hout hebben we niet eens nodig. Kijk, dat doen we gewoon zo. Oh ja, natuurlijk. Kom maar hakken dit eerst weg dan, want dit is echt gewoon totaal onnodig. Zo hadden wij het op ons vorige eiland wel gedaan. Maar ja, niet zo. Dan moet deze hier wel blijven. Sam, kan je even wat exen meenemen, want dit duurt een beetje langzaam. Ja. Pick exen of normale exen? Ah, wie liet die nou weer, jongen? Serieus. Joren, wat heb jij gisteren gegeten? Ja. Bonen met broccoli of zo? Hoezo? Hoorde je dat dan niet? Nee. Oh, wauw. Hij liet een scheet zelf en hij werd niet zoals iedereen liet. Jongen, zeg. Ja.
has the ass of steel, zeker. Dat voel je niet meer. What the fuck? Hij heeft die ass of steel, dus dat voel je dat niet meer. Maar hoe heeft Jordan de ass of steel gekregen, vraag ik me dan af. Konden al die dingen die je naar me toe gooide. Door die wortels die erin zijn gegaan en die appel. Voor de opname. Nee, kijk, keer de achterkant gaat het zeggen. Oké, maar de randvoet is ook nog eentje hoger. En nou, dat doe ik dan maar. Ik zit al 25 minuten trouwens. Wat hebben we berekend? Niks. Wat hebben we bereikt? Geen een flikker. Nee, okay. Dan moet je het wel in het slechte Nederlands doen. Zoals een mokro dat zo zegt. Berekenen. En in de flikker. Nee, ik kan deze video gewoon echt 10 verschillende titels geven en het is allemaal goed. Dat scheelt. Joren, gefeliciteerd. We hebben van je kanaal een porno-kanaal gemaakt. Ja. Morgen krijg je je ban van YouTube. Dat is ook een heel speciaal moment. Ja, je eerste ban op YouTube is een heel speciaal moment. Ja, en dan krijg je ook gewoon een prijs naar huis gestuurd, net als 100.000 abonnees. Eerste ban. of je bereikt 100.000 gebande YouTube kanalen voor jezelf. Dan krijg je zo'n prijs. Nou, dat zou heel dom zijn als je dat krijgt. Echt, gefeliciteerd, u heeft 10.000 gedelete accounts van uzelf. Equal PvP slash tape accept. Oh fuck, nee shit, ik moet je nu nog wel access meenemen. En dan moet je weer 5 minuten wachten voordat je kan tappen. Ja. You fucking kidding me. Eigenlijk niet, dat zou wel fucked up zijn. Thomas. Ja. Ik was eventjes net zo'n tijdje stil en dat komt meer omdat ik dit gewoon weg wil knippen, want het duurt echt tyfus lang. Ik dacht dat hij even stil was omdat hij aan het vappen was. Ja. Nee, ja. We zijn geluid hebben gehoord. De dingen die wij zeiden, die namelijk wel lekker. Dan als je weet dat ik er nog uit moet komen hier. Ga het niet dichtbouwen. Nee. Krijg het die Thomas. Oh nee, mijn blokjes die spannen. Dan hebben die verraak gelukkig niet kwijt. Hey, wat is nu echt veel moeilijker gegaan dan de vorige keer? Heel dom naar beneden te bouwen, ik weet bijna zeker dat ik gewoon... Nee, oké. Rest TV accept, dan moet ik ook weer mee helpen met hakken en prakken hier. Nee, dat doe ik wel, maar jij kan gewoon bouwen. Kijk eens aan Thomas, een X voor jou. Gracias. En een X voor jou. En Sam heeft er al 2, dus dat is een voordeel. En ik heb net ook even wat oakwood gegaan. Ik heb 54 oakwood. Blocks? Een blokje. Geen planks, maar blocks. Oké, logs, niet blocks, maar... Nee, blocks. Oké, geinig feitje. Als je een X gebruikt, heb je gewoon geen last meer van dat die blokjes terug teleporteren. Oh, nu wel. Moeten we die middenstukken helemaal weghalen? Ja. Ja, want we zijn heel dom bezig geweest. Wij hebben echt hersenen van 0.0 in deze video. No. We verspillen gewoon bloks waar je gewoon 1200 euro per stack voor moet betalen. En nu moeten we weer alles weg gaan hakken. Oh. Ja, waarschijnlijk hebben we wel nodig, want je kan het beter wel even dicht gaan bouwen. Ik heb we stupid. Stupid. Een stellingje veranderen, want ik zie dat het ondertussen een beetje gaat leven op een manier. No, Joran, don't lag. 9500 bitrate, zo. Hey, weet je wat voor klopsen zijn, Thomas? Zo, dat ging anders. We zijn klaar met de opnames. Joran, kijk eens opnames terug. Wat blijkt? Hij heeft het opgenomen en het bestand kan hij niet meer openen. Nou, het bestand niet meer openen, het kan nog gebeuren. Maar ik zie hem nu letterlijk gewoon opnemen, dus als ik, het zou wel falend zijn. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet. Sam. Ja. Thomas, kom eens kijken. Wat Sam heeft gedaan. Oké, nu wil ik het weten ook. Oh my god, die zijn we echt de hele tijd mee bezig geweest. Aan die bovenkant eraf hangt in plaats van de onderkant. Ah, nou ja, dan plaatsen we die wel opnieuw, dat boeit niet. Als die onderkant wel weg is.
Maar die onderkant die was al weg, die had ik daar weggehaald. Jij had hem daar dichtgebouwd. Oh, oh my god, Sam! Serieus? 0.0 hersenen, niet 0.0 bier, 0.0 hersenen. My god. Oh ja, nee, dat moet. Nee, wij zijn dom, gewoon titel van de video. Ik ga 0.0, ik ga hersenen ga ik inplakken met 0.0%. Oh my god. Nee, gewoon hersenen met 0.0 batterijen ofzo. 0.0 slimheid. IQ. Nieuw op Sam channel. 0.0 slimheid. Kopen nu in de winkel. Waarom blijf ik af en toe haperen op het moment? En net gebeurde het nog niet, weet je dat? Dat is het grappige eraan. En ik ben vrijdag vrij. Fuck jou. En wat ga ik doen op vrijdag? Nou, vrijdag klinkt alsof je gaat vrijen. Ja. Maar dat is ook maar dan ga je vrijen. Ja, maar Thomas heeft nu letterlijk... Je gaat vrij op vrijdag wanneer je vrij bent op vrijdag. Fuck, mijn ex is gesproken. Oké, ik heb eventjes de bitter op het laag gezet en hij zet nog steeds waarschuwing hoog. Ik weet niet wat er is. Volgens mij neemt Sam dit op een dompe dag. Oh nee, weer out of safe. Fuck. Even wachten. Spectrum lek. Pizza. Nee, oké. Hij is er weer. Alleen Joren, denk je ook niet dat Sam dit opneemt op dom de dag? What the fuck? Wow, Thomas, wow. Wow. Get wrecked. Get wrecked. In één keer heb ik gewoon echt een stack aan logische bij. Ja, daar had ik het dus over. Jullie zo dom Thomas, bezig zijn. Thomas. En ik ook. We moeten er ook een dak op zetten. Nee. Oké, okay, ken je die van dagelijkse deed dat geschreeuw van nee met die nikkel of zo? ja, die ken ik. Dat is ja, die, yeah. moeten we ook gaan vinden. Weet je al waar die vandaan is? Ik heb hem al. Ik heb hem ergens op een afspeellijst staan of zo. Die had ik een keer opgeslagen, omdat ik wist dat we een keer moesten gebruiken. Leg me even in, waar de fuck hebben we het over? Je bent geen trouw dagelijks AD kijken. Nu word je verstoten van deze Skype-blog. Hé, maar dit moet even wat omhoog. Hey, kijk, we kunnen blokjes besparen, toch? Hoe hoog moet dit komen? 3, toch? Kijk, je kunt het gewoon zo doen. Ja, dan heb je wel kans dat het minder snel spawnt. Ja, doe maar zo, ja. Je hebt wel kleine kans dat het minder snel spawnt, maar... Why that? Laten we dat zo maar doen. Nee. Of zo? Nee, dan ziet het er tyfus lelijk uit. Nou oh, en dan maakt het uit. Dan moet plaatsen we hier toch later sters of zo? Oh, wat is dat in de. Ja, oké. Okay, verlaten. Wow, dit gaat nog veel blokjes kosten hoor, om dit helemaal vol te maken. Kijk, ik ga naar de andere kant. Dat irriteert me met z'n 0.0 hersenen. Fuck ja. Hey, ik ga over die rand hier weer maken. Oh, fuck, help me. Zie, hij maakt nu alweer fout. Ja. Ik hak heel even wat blokjes weg, we verliezen misschien ook wat blokjes daardoor, maar anders ziet het er gewoon echt niet uit. En ik moet ook geen fout maken doordat er lag is ofzo, waardoor ik terug teleporteer op het blokje dat ik weghak op dat moment. Dan ben ik dood. Weer niet meer. Nu zit ik gewoon op het eiland. Ben ik dood? Ik ben dood. Ben je dood? Ik ben dood. Ben je dood? Ik ben dood. Goed zo. Hashtag Rip, Joren, Sam en Thomas. Eén dag. Zie je morgen in het RTL nieuws trouwens. Wat, dat allemaal dood zijn? Ja. Deze video. Drie gamers hebben zelfmoord gepleegd in de video. Maar hoe de fuck ze dood zijn gegaan, hoe ze dood zijn gegaan is niet bekend. Hé, hey, hoe de fuck is die video online gekomen is ook niet bekend, maar... Wie heeft het geüpload? Niemand weet het. En dan schreeuwen ze opeens bij RTL nieuws. Get trolled! It's Senpai uploads video. Senpai uploads video. I know. Wat de F is Senpai? Het is Japans voor lief of zo. Je weet toch wel dat als een Japans schoolmeisje op je verliefd is, dan ben je haar Senpai. Oh, dit is een soort van slaafachtig idee of zo. Nee, je bent haar Senpai. Je bent haar, hoe zeg je dat? Liefje? Ja, liefje. Dat ben je, ja. Maar PewDiePie gebruikt het ook heel vaak. Ja.
wat hij het goed wacht, heeft. Wacht, laat me het opzoeken. Laat me het opzoeken op Google. Hij zegt ook letterlijk, notice me, senpai. Ja. Oké, okay, nou, van Japanse... We zijn nog steeds bij de helft van de dak. Maar ik heb ook nog een stek aan de houten, Thomas. Oké, okay, nou, dat is mooi. Dus. Dat is iets... Sam moet er naar binnen even. Wunderbar. Wunderbarlieg. Oké, okay, ik moet zo meteen even tp'en naar jou, Thomas. Ik ben hier. Ja, betekent iets van mijn lief, betekent het. Senpai. Thomas, jij moet zo meteen even boven op het dak dan even regelen, hè? Dat alle blokjes die omhoog staan, dat er weg is. Niet hoort. Nou, dat is één blokje. En dan ga ik even testen of je doodvalt als je hier naar beneden valt, zie je hier. Daar wil ik echt niet aan meedoen, eigenlijk. Ik wil niet de test subject zijn hiervan. Nee, dat doe ik wel. Dat lijkt me ook niet zo'n goed idee. Maar ik zeg toch, dat doe ik. Alleen ik denk het aan het einde van de opname is hier zo'n beetje de video gaat. Een beetje lang. Maar moet ik hier boven blijven of mag ik naar binnen gaan? Jammer, Sam. Fuck you. Hey! Nu op de veel hersenen. Overnieuw op Sam channel. Doe je Sam. Sam, doe iets met je leven. Gaat ook gewoon kijken of er iets mis is. Zo. Jezus, wat gebeurde daar? Ik pakte mijn computer. Oké, okay, let's give it a try. Geen fuck-ups plaatsen trouwens hier. Ik heb nog één hartje. Oh, lekker toch? Heerlijk. Kom! Oké, nu moeten jullie ook. Geronimo! Fuck, ik ben wel dood, what the fuck is dat voor shit? Rong je eraf ofzo? Je moet niet van die twee hoog extra, hè? Ik ook niet. Nee, jawel, Sam. Want je hebt 0.0. Ja, gewoon letterlijk op het moment dat hij neerknalt, slow motion en eronder zetten dat hij draait 0.0. Geef me even mijn shit terug, ja. Thomas, heb je shit. Dat is niet mijn shit. Ik wil graag mijn zwaard terug. Oh, je shit. Oh, ja, kom, Sam, kom eens. Je shit, alsjeblieft. En mijn pickaxe wil ik ook graag terug. Nee, en ja, ik ga het nu even uitpoepen. Hier is je shit. Die pickaxe die ik had, die had ik al. Alsjeblieft. Okay. Dank je. Maar dan mag ik ook even Die had ik geen andere pickaxe. Ja, nu moet je het wel goed zeggen, hè, Sam? Anders mag ik mijn pickaxe terug. Ja, hier is je pick. Alsjeblieft. Dank je. Even kijken, nog een beetje. Ook een paar blocks nog. Hier wat voorbij. Ik denk dat ze... Ja, ik heb hier blok. Oh. Kieren! Alsjeblieft, ja? Nee, ik wil mijn stack terug die ik in mijn inventory had, Thomas. Oké. Zo, oké. Ik heb er even voor gezorgd dat ze een half had je misschien meer houden, maar ik heb het even... Ja, heb je stack terug? Wacht even. Thomas, loop je mij nou te trollen? Zo, ik heb... Meer heb ik niet. Het moet maar. Hey, ik denk dat ze bijna klaar zijn met de video. Het enige wat we nog moeten doen is een Netherwatch farm af laten gaan. Ja. Oké, ik ga het mooie special ding filmen in F1. Ja, moet ik hem overhalen? Halleluja. Hey, en wanneer dit klaar is, denk ik dat ook de opname zo Nee, we moeten nog de monies. We gaan het verkopen, we moeten nog wel... Maar ik heb niet eens wat dan geef ik wel wat. Thomas, je bent geen rijke tassen, je bent zonder een rijke tassen. Ik ga even mijn afsluiting doen, oké? Dus ik ga even verlaten, kom zo weer terug. Doei. Thomas, dat ben je geen... Ja, wij zijn de rijke tassen, wij gaan het verkopen, we gaan puur cash gaan... Moet terugplanten? Oh ja. Oh, dat was een beetje dom. Doe stupid. dit keer was ik de slimme. Ja, ik heb denk ik 0.0 hersenen van Sam channel gekocht. Okay, mensen, we moeten het even planten. Dit wordt denk ik even in speed gedaan ofzo. Dit is zo irritant. Ga je het ook in speed doen? Ja, ik ga gewoon snel naar 100. 100. Brrr, zo terug gewoon, alsjeblieft. Goed. You stupid fuck. Hey Joran. Yo. Joran, je zit nog steeds in de video trouwens, hè? Ja, oké. Nee, ik dacht, ik sla het eventjes voor mezelf. Stop ik even. Want
Ja, ik heb in principe geen recht, sorry, maar ik dacht ik kom gewoon even bij weer. Oh ja, wat mijn dienst is, even kijken, ongeveer, half stack. Frans, ik kan hem spannen, dan zal ik even... Ja, ik ook, monies, wacht, we doen tegelijkertijd zijn spawn. Oh ja, we gaan nu heel monies verdienen, mensen. Maar hoeveel stacks heb ik? 1, 2, 3, 4, 5 stacks. Jezus, jij hebt meer dan ik heb. Ja, lol. Oké, Frans, are you ready to sell? Ja. Ik ga nog door. Slash money. Yeah! Oké, slash money. Ik ben gegaan van 4960 naar 7860. Ik ben gegaan van 6000 ongeveer naar 73. En ik van 5375 naar 5175. Oké, nou, zullen wij ons. Ik ga even mijn auto doen, ik ga me muten. Jij ook, Sam? Ja, dus zou ik ook even muten? Ja. Nou, mensen van de ProGamer TOSP9, like en abonneer voor meer. Like en abonneer natuurlijk op een blauw duimpje en abonneer op het rode balkje. En dan zeg ik dat de volgende Skyblock aflevering meer. Misschien een livestream, misschien een video. We gaan het wel zien. Later! Wow, dat was best wel strak.